Luister, ik reed door Blaricum 10 jaar geleden en een bankgebouw stond leeg. En ja. Ik dacht, ik heb zelf de gemeente gebeld en niemand wist dat daar een horecabestemming op zat. En ik heb gewoon heel snel gehandeld. Ja. Je moet ook heel veel massa hebben in het zaak. Maar waarom heb je die keten niet doorgezet? Want in Amsterdam loopt het wel zo'n trein. In Blaricum ging het goed. Luister, ik had het makkelijk uit kunnen rollen. Maar jeetje joh, ik had 3 borden hoog te houden. En een zangcarrière en horeca en televisie. Op een gegeven moment, ik moest eentje afstoten. Dat is uiteindelijk een zinger geworden. Ik zeg, ja jongens, dat kan gewoon niet meer. Ja, Blushing maakt nog steeds kans om uitgerold te worden. Ja. Maar dat mogen anderen nu doen. Ja. Want jij wil er wel vanaf, mag ik het zo zeggen? Nou, ik ben voornemens om mijn zaken te verkopen. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met dat ik ook gewoon echt in een fase ben gekomen in mijn leven. Waarin ik gewoon alleen nog maar hele leuke dingen wil doen. Ja, eerst...